Yo, guys, welkom op deze 14 september. Het is maandag namiddag en we gaan eraan beginnen. De afsluitende tijdrit van de Tirreno Adriatico 2020 en de virtuele versie natuurlijk. Maar traditioneel getrouw rijden we dus echt wel in San Benedetto del Tronto. Het jaarlijkse eindpunt of het eindstation van de Tirreno. En dit jaar gaat hem over 10,6 kilometer. Ik denk dat het parcours eigenlijk ieder jaar gewoon hetzelfde ook is. En we gaan eens zien wat kan er nog gebeuren in het eindklassement in deze virtuele strijd. U ziet het, Simon Yates staat op 38 seconden van Geraint Thomas. En op de plek 3 hebben ook nog steeds de mannen van Bora Hansgrohe met Patrick Conrad natuurlijk. Ook Maika staat nog goed in de top 10. Dus wij gaan eens gaan kijken wat we kunnen doen met onze twee Bora-mannen. En we gaan hier wel een sprong maken naar de renners die ertoe doen. Alex Dowsett heeft een tijd neergezet die zeker en vast een richtpunt is. Hij was de snelste op tussenpunt 1 en ook de snelste aan de finish. En hier is Victor Kampenaerts. Jawel, Victorke gaat zijn best doen. De man uit België voor NTT rijdend. En we gaan eens kijken of hij de tijd van Dowsett kan kloppen. Tussenpunt 1, hier zitten we al meteen. En jawel, hij doet beter dan Alex Dowsett. 7 seconden sneller aan het eerste tussenpunt. En ook al 4 seconden sneller dan onze Paul Marchais Botnar. Maar hij heeft het aan de finishlijn niet kunnen doortrekken. Ja, vreemd genoeg. Daar waren we plots nergens meer te bespeuren. Slecht tweede deel verreden. En ja, dus Dowsett is momenteel de beste. En deze Kampenaerts is ondertussen op weg naar de finishlijn in San Benedetto del Tronto. Ja, logisch, want we starten hier ook. Het startpodium staat bijna naast de finishlijn. En wij gaan ook zo meteen eens gaan kijken wat het in real life is geworden. Want daar is de Tirreno net afgelopen. En jawel, geen rampscenario zoals vorig jaar voor de Yates. Want vorig jaar verloor Adam Yates op de afsluitende tijdrit de eindzege aan Primoz Roglic. Jawel, hij startte daar met 25 seconden voorsprong aan die tijdrit. En Roglic wist er uiteindelijk 26 goed te maken. Ja, u hoort het goed. 26 min 25, 1 seconde, 1 luttele seconde was genoeg voor Primoz Roglic om de Tirreno Adriatico in 2019 te winnen. En dit jaar in 2020 is het dus wel gelukt voor de Yates, niet voor Adam, maar wel voor Simon. Hij heeft stand gehouden in de tijdrit tegen zijn landgenoot. Jawel, Geraint Thomas is uiteindelijk tweede geworden in de Tirreno 2020. En op de derde plaats vonden we ook een man terug van Bora Hansgrohe. Het was niet Patrick Conrad zoals in mijn virtuele versie, maar wel Rafał Majka. Maar wij gaan ondertussen wel verder kijken naar onze virtuele versie. Want Filippo Ganna, de Italiaanse kampioen, is momenteel onderweg. En gaat hij de beste algemene tijd neerzetten. Victor Kampenaerts heeft dus beter gedaan. Beter dan Alex Dowsett. En hier komt Filippo. Het is niet Pozzato, de Shadow. Voor degenen die nog vrij jong zijn. Ja, Filippo Pozzato, een renner van de jaren 90, 2000. Hoe je het ook wilt noemen. Boezemvriend van Tom Boonen. En hij was een heel goede sprinter. Kon ook heuvels op. Maar ze noemden hem uiteindelijk de Shadow. Omdat hij heel graag in het wiel bleef zitten van topfavorieten. Maar Ganna doet niet beter dan mijn landgenoot Victor Kampenaerts. Nee. Victoire doet dat heel goed. En deze man is ook net van het podium gebold. Rome Dennis, wereldkampioen tijdrijder voor Team Ineos natuurlijk op zijn Pinarello-fiets. En kan hij beter doen aan tussenpunt 1. Grote favoriet voor deze tijdrit natuurlijk. Maar Geraint Thomas is dat ook zeer zeker. Het is een kans dat in mijn versie Simon Yates nog de eindzege gaat pakken. Lijkt me heel klein. Ja, hij moet, hoeveel is het, 39 seconden goed maken. Ja, dan weet je het al, denk ik. Als je de verschillen ziet, die lopen aan de finish, denk ik, niet hoger op dan een halve minuut. Op de goede renners natuurlijk. Op de mannen die onderin het klassement bengelen, zal het tijdsverschil wel een pak groter zijn. Allee, Rome Dennis. 1 seconde achter Kampenaerts op tussenpunt 1. Hij deed er 6 minuten en 9 seconden over om het eerste tussenpunt te kruisen in deze afsluitende tijdrit. Wat doet Rome Dennis? 27e in het klassement momenteel. Ja, het doet beter. Oh, verrassend. Rome Dennis op het tweede stuk, moet ik eigenlijk zeggen.
doet hij een pak sneller dan Victor Kampenaerts. 3 seconden uiteindelijk is het verschil. En hij verloor al een secondje op het eerste stuk. Dus hij heeft redelijk wat afgedaan op het tweede sector. Rome Dennis. Mooi, mooi, mooi. 13 minuten, 5 seconden. En hier is Christopher Froome. Chris Froome voor de vrienden. Of zou ze hem gewoon Chris noemen? Of Sir Chris Froome. Kan allemaal natuurlijk. Heeft nog geen eretitel zoals Sir Bradley Wiggins. Maar wat gaat deze Froome doen? 4 seconden aan tussenpunt 1. Nee, niet beter. 8 seconden in het krijt op zijn ploeggenoot. Van der Poel is ondertussen ook onderweg. De man in de witte trui. Beste jongere in deze Tirreno. En dat zal ook zo blijven. En we gaan weer even spoelen. Deze mannen kunnen allemaal wel een beetje tijdrijden. Ik mag niet zeggen niet tijdrijden, want dan zou ik onrespectvol zijn. Ze kunnen gewoon allemaal heel goed met de fiets rijden. En deze Rafael Maika ook. Ja, ik zei het nu gewoon op zijn Engels een beetje. Rafael. Op zijn Pools is het waarschijnlijk nog wat anders. Maar in ieder geval, Maika is vertrokken. Nibali hierachter, dan Fuglsang. En hier is onze kopman. Kopman geworden in deze Tirreno, Patrick Konrad. Pakte uit op dag 3 met de ritzege, tijdwinst en de leiderstrui. En sindsdien pakte hij de kopmanrol over van onze Rafał Majka. Hij mag dus op Fuglsang gaan jagen. En u ziet het, is geen wonder tijdrijder. Hè. 71 op tijdrijden. Op horloge had hij wel iets meer. Maar deze Fuglsang is ook geen super tijdrijder. Dus hopelijk kunnen we dat podium vasthouden met deze man. De Oostenrijker van Bora Hansgrohe. Proloog heeft hij 72. Ik denk dat dit ook wel een grote invloed heeft op deze tijdrit. De proloogstijd, want hij is totaal niet lang. En hier is Simon Yates. In duel met zijn landgenoot dus, Geraint Thomas. In het echt Simon gewonnen, nogmaals. In deze virtuele versie zal hij waarschijnlijk tweede eindigen achter deze Geraint Thomas. Dus het is eigenlijk gewoon het omgekeerde van de realiteit. En hier is Patrick Konrad. Maika is al binnen. Ja, Maika is al binnen. Wat doet Fuglsang? 10 seconden op tussenpunt 1 en hij verliest nog meer tijd. En deze Konrad verloor 12 seconden op tussenpunt 1. Dus we zitten 2 seconden achter op het schema van Fuglsang. Ja, aan de finish verliezen we wel meer tijd op de Deen van Astana. Hopelijk blijven we op het podium. Simon Yates is binnen, maar hier is de eindwinnaar van deze virtuele Tirreno Adriatico. Geraint Thomas, oh, en hij wint zelfs de tijdrit. Wat een tijdrit van Thomas. 13 minuten en 4 seconden. Wow, wow, wow. Wat is dit? Een seconde sneller dan de wereldkampioen tijdrijder Rome Dennis. En hier zien we het. Ja, ja, ja. We sluiten af met een podiumplek voor Patrick Konrad. 1:27. Goed gedaan, Patrick. Goed gedaan, vriend. En ja, Yates is de tweede. Voilà, u ziet het. Net het omgekeerde als in real life. Hier wint Geraint voor Yates, voor Simon Yates. En het echt won dus Simon Yates voor Geraint Thomas. En ook een Boraman daar op het podium met Rafał Majka. In mijn virtuele versie is het Patrick Konrad geworden. Oké, dat had evengoed Majka kunnen zijn. Had hij op dag 3 een goede dag gehad, net als Konrad, was het bijna exact dezelfde uitslag als een realiteit. Deze man is de beste jongere, Mathieu van der Poel. Props ook, gisteren gewonnen. Mooi gedaan, MVDP. En ja, Ineos had gewoon de beste ploeg in deze Tirreno afgevaardigd. Ze hadden misschien beter wat betere mannen in de Tour gestoken, want als we de Tour momenteel bekijken, in real life gaat het niet zo goed voor de Ineos-troepen. In ieder geval, 1 en 2 voor Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk in deze virtuele Tirreno Adriatico. Patrick Konrad eindigt op 3 voor Oostenrijk. Dan hebben we Fuglsang, Nibali, Kangert. Maika verliest nog een plaatje. Oké, reed niet echt een goede tijdrit. Hij wordt 7e. Dylan Teuns is de enigste Belg in de top 10. Dan hebben we Matthews, Van Dramé, Woods, Costa, Didier, Wilco Kelderman. Hij is de eerste Nederlander in deze virtuele Tirreno. Voor zijn landgenoot Mathieu van der Poel, knap hoor, 15e. En Fausto Masnada is uiteindelijk 16e. En zeg niet meer de Fausto van CCC, want hij rijdt nu voor de Koenig Quickstep. U weet het, onlangs getransfereerd door de perikelen van de Poolse ploeg. Geraint Thomas is dus het best in de punten. De bergtrui gaat naar Anthony Roux
Van der Poel is de beste jongere. En wij pakken uiteindelijk een podiumplek. 4 ritzegens, 2 met Akkerman, 1 met Conrad en 1 met Fabro. Ik bedank jullie heel hard om naar deze korte Tirreno te kijken op mijn wielerkanaal. En ik zie je graag voor de volgende, een van mijn contentverhalen. Bedankt en bye bye.